Waar zijn we? Wie zijn jullie? En wat gebeurt hier allemaal? Nou, we zijn aan de Kleverskerkseweg bij Food Curators. En dat is de ontwerpstudio van Lucas en mijzelf. En ja, wij... Jij bent Digna? Ik ben Digna, ja. En wij ontwerpen eigenlijk altijd voedselgerelateerd. Dus alles wat met het hele voedselsysteem te maken heeft, van productie tot en met consumptie, tot en met soms ook afvalverwerking, daar doen wij ontwerpopdrachten of projecten voor. Jullie gaan binnenkort een installatie of een expositie openen in de Wandelkerk in Middelburg. Ja, hij staat er al. Hij wordt volgende week officieel dan geopend met gedeputeerden en de provincie en zo erbij. Maar hij staat er al. In de Wandelkerk staat nu al een praalpallet, zoals wij dat noemen. En dat gaat in op de geschiedenis achter het praalgraf van Johan en Cornelis Evertsen. Die daar natuurlijk ook in de Wandelkerk te zien is. En waar we achter kwamen is eigenlijk dat praalgraf geen eigenaar meer heeft. Dus iedereen weet wel dat die Abdijkerk, dat hele complex is best wel ingewikkeld. Een deel is van de provincie, een deel van de kerk, een deel is nu nog van het Rijk. Maar omdat dat praalgraf uit die kerk is gehaald ten tijde van de oorlog en dan later weer terug in is gezet, is nu onduidelijk wie daarvan is. En dat graf heeft wel een beetje onderhoud nodig, want er zijn altijd borrels en recepties in de Wandelkerk. En wellicht ook per ongeluk heeft dat praalgraf wel eens gediend als een soort bijzettafel voor glazen of voor borrelhapjes. Dus er zijn ook wat vlekken opgekomen. En wij dachten, het is eigenlijk wel heel ironisch dat zo'n mooi praalgraf, die zeehelden die vereerd werden, die zijn nu een soort achtergrond van elke borrel. Dus we hebben een nieuw merk opgericht, Evertsen en Evertsen, vaste gasten bij de borrel sinds 1818. En we verkopen borrelproducten met als doel om geld te genereren om dus dat praalgraf te kunnen omhouden. Ja, maar ik zag je daarnet in het kastje wat hier zo... Ja, we hebben dan nu twee gemaakt. Dus we hebben snackwafeltjes van zwarte peper en zeezout en een rode uitchutney. En die zijn dus ook te verkrijgen in de Wandelkerk. En er staat hier ook het verhaaltje achterop. Hoe dat eigenlijk te maken heeft met die hele erfgoedlijn. Ja, maar even dan terug naar jullie. Want jullie zijn sinds anderhalf jaar hier aan de Kleverskerkse weg gevestigd. Ja. Vlakbij bij de graansilo. Ja, de graansilo heet die toch? Ja. En, maar jullie zijn eigenlijk dus ontwerpers. Maar jullie hele basis is alles wat met food heeft te maken. Hoe moet ik dat ongeveer dan uitleggen? Nou, dat heeft ook te maken met Lucas, die hier vandaan komt. En die hier ook... Dus Herpingen? Herpingen, ja. Hij is hier opgeleid als kok. Voordat hij naar de Design Academy ging. En daar kennen we elkaar van de Design Academy in Eindhoven. En wij zijn gaan samenwerken, maar Lucas, nadat hij opgeleid was als kok, kwam hij erachter, ik wil helemaal niet in een keuken staan. Dus hij is ontwerper geworden. Maar op de een of andere manier bleef dat eten en bezig zijn met eten bleef altijd kriebelen. En hij is er dus ook telkens weer op teruggekomen. En toen voor zijn masterproject ging hij een restaurant openen in Eindhoven. En daar ging hij van allerlei dingen doen in het kader van dat project. En letterlijk een restaurant openen? Letterlijk een restaurant in een gewoon, zeg maar, een sociale woningbouwhuisje. Wat hij voor die reden had kunnen krijgen. Had hij ook kippen, daar had hij een kruidentuin. En dan legde hij allerlei soorten conserven aan. Toen dacht ik, nou, die jongen kan wel wat hulp gebruiken. Dus toen ben ik hem gaan helpen. Ja, want jullie zijn pas komen wonen ook, of vorig jaar? Ja. Dus jullie hebben samen gestudeerd. Jullie zijn een setje, dus een liefdesstel. We zijn bijna 5 jaar getrouwd. Oh, getrouwd, ja. Gewoon een echtpaar dus, ja. Ja, En jullie zijn dus ook samen in deze onderneming. Jullie zijn met z'n tweeën? Of hebben jullie ook collega's? Nee, we zijn met z'n tweeën en vaak werken we samen met andere freelancers die we kennen van onze studio. Die bijvoorbeeld als we een filmpje nodig hebben, dan werken we vaak met iemand samen. Of als we hele specifieke 3D-computertekeningen nodig hebben, dan maakt iemand het voor ons. En we hebben ook vaak stagiaires, maar Lucas en ik zijn eigenlijk... zijn het bedrijf. Ja, want dit is dus jullie atelier, maar ook jullie werkplaats. Maar jullie werken niet alleen voor de provincie Zeeland. Wat zie ik daar bijvoorbeeld? De Zuiderzee smaken? Dat is ook dit zijn kisten eigenlijk voor een project voor het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Daar hebben we al best wel veel projecten voor gedaan. En momenteel ontwikkelen we daar een bier voor. En we werken dus met verschillende brouwers die zich laten inspireren door deze kisten die wij hebben gemaakt. En dat is op basis van ons ontwerponderzoek naar de Zuiderzee. En dan doen we een aantal soort vertalingen van hoe je dat onderzoek kunt vertalen in bier. En uiteindelijk beslissen die brouwers van wat ze dan gaan gebruiken, wat voor soort bier ze gaan brouwen. Maar avocado is een klant voor jullie, hè? Ja, klopt. En wat doe je daar dan bijvoorbeeld voor? Wij ontwikkelen nieuwe concepten die je ook in de supermarkt uiteindelijk ziet liggen. Dus chocoladerepen belegd met smaken. We denken na over
hoe Verkade eigenlijk met Sinterklaas om kan gaan, wat ze dan in de schappen kunnen leggen. Dat is leuk, joh. Ja. Ben je blij dat je weer terug bent in Zeeland? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, het is heel anders om er werkend terug te komen, want ik heb hier mijn kindertijd doorgebracht. Dus het was ook voor mij best wel even wennen in het begin, maar het is hartstikke leuk. Ja, ja, dit is weer teruggekomen van een ander project. Het is niet helemaal compleet, maar hij staat hier nog even. Dit was ook voor het Zuiderzeemuseum. Deze is uiteindelijk in Milaan geweest, naar de Salone del Mobile, de jaarlijkse designbeurs in Milaan. Dus die dit jaar niet doorging, maar is van een voorgaande editie. We hadden namelijk voor het Zuiderzeemuseum hebben we een hele hoop dingen ontwikkeld. En om dat project te presenteren hadden we dit gemaakt. En toen hebben we daar gepofte aardappelen met allerlei speciale smaken die we hadden ontwikkeld, hebben we daar geserveerd. Dus mensen dachten ook echt van ja, die zijn hartstikke gek. Er komen een paar Hollanders met aardappels naar Italianen en die gaan dat helemaal nooit, die gaan dat nooit goed vinden. Maar dat ging echt perfect. Dus behalve pasta... Ja hoor, gaat er gewoon in. Ja, nou ja, dat zijn echt superleuke projecten. En wat je hier ziet staan, dat is een koffieset die we ontwikkeld hebben voor het Zuiderzeemuseum. En dat gaat over hoe spaarzaam er werd omgegaan met ingrediënten rond de voormalige Zuiderzee. Want het was een heel arm gebied. En op die mok zie je eigenlijk rondom een soort dagpatroon, hoe warm water daar deel uitmaakte van de keuken. En ja, koffiezetten hoort daar dan natuurlijk ook bij. Dus het idee is dat je uiteindelijk die filterhouder erop zet en dan Zuiderzeekoffie inschenkt en dan mee naar je... Maar een oud studiegenoot van Lucas die is in Zuiddorpen of all places gaan wonen. Dus zodoende komen wij ook nog wel regelmatig in Zeeuws-Vlaanderen. Hij heeft dit voor ons gemaakt. Nee, dat is echt superleuk. Dus ja, dat is allemaal... Een Zeeuws product voor de Zuiderzee. Ja. Nou ja, dat is toch, het is toch buitengewoon. Ja. Bij design denk ik altijd van ja, dat is design is een beetje als kunst en dat exposeer je dan en dat was hem dan weer. Maar dit klinkt ook bij heel veel dingen toch als toegepaste dingen die dan ook echt gebruikt kunnen worden en geproduceerd in grotere hoeveelheden. We werken heel erg toegepast, want we zijn er ook achter gekomen dat wij echt het beste werken in een opdracht. Dus je hebt ook ontwerpers die heel graag vrij willen werken, dus zelf iets bedenken en dat doen. Maar wij zijn echt op ons best als we heel veel kaders krijgen. Dus als de gemeente Middelburg zegt, we willen iets rondom food en de Lange Jan, dan komen jullie wel met een mooie... Dan gaan we daaruit komen, dat weet ik zeker. Nou, dan ga ik dat in mijn achterhoofd houden, want dat soort vragen komen best vaak terug. Okay. Hey, dank jullie wel voor de eerste toelichting. Okay.